superleuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik heb een Action Shop blog voor je. Ik moest weer wel dingen hebben bij de Action, onder andere ook moederdag cadeautjes. Als jullie dit zien is moederdag al geweest. Maar goed, nu maakt het ook niet meer uit, want nu kan ik het gewoon laten zien. Dus die had ik onder andere nodig en ik heb uiteraard nog wat meer dingetjes meegenomen bij de Action. Dus mocht je benieuwd zijn naar wat ik dit keer bij de Action heb geshopt, zou ik even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. De prijzen zullen gewoon weer in beeld te zien zijn. Dat maakt het lekker overzichtelijk. En dan gaan we gewoon gelijk beginnen. Ik heb allereerst een bakje meegenomen. Deze heb je al eens kunnen zien in een eerdere shoplog van mij. Ik heb toen een grijze gekocht. Ik had er meer van nodig, maar ik vond het leuk om meerdere kleuren te hebben. En elke keer hadden ze wel de dekseltjes, maar niet de bakjes. En nu kwam ik wel een compleet bakje tegen. Het is een beetje blauw-groenachtig. Hij komt op de camera denk ik meer blauwachtig over. Ik twijfel een beetje wat de kleur in real life is. Blauw-groen, ja, ik vind de combinatie van. Maar hier kan ik dus weer spulletjes in opbergen. En deze heb ik ook voor de knutselhoek gekocht. Hier kan. Staat het erop hoeveel hierin kan. Nee, ja, het is een medium formaat. Je hebt dus denk ik een kleine, een grote en medium. En ik heb dus een medium. Dus die heb ik allereerst meegenomen. Dan kan ik hier bovenop ook een mooie stickertje plakken met wat erin zit. En heel handig, je kunt zo het dekseltje eraf trekken door de opening die erin zit. Dus dat is wel heel handig. Ik moet even wat dingen eruit halen, want het is niet heel overzichtelijk op het moment. Want ik heb het allemaal een beetje bovenop gegooid. Dat is niet super handig, maar oké. Het is eventjes wat het is, denk ik dan maar. Ik kwam een aantal nieuwe choke pads tegen. Choke ink pads. Ik heb er hier al meerdere van. Er is ook gevraagd of ik hier een video van online wilde doen. Die komt er ook nog aan. Maar ik wilde even wachten op de nieuwe kleuren. Ik heb er nu 5. Ik mis nog 1 kleur. Die hadden ze niet. Zodra ik die heb, zal ik daar ook een video over maken. Maar dat zijn dus deze ink pads. Die heb je dus al eens een keer voorbij zien komen. Maar nu zijn er dus eindelijk ook nieuwe kleuren. En het leuke hiervan is dat je dus 3 keer een choke ink hebt en ook weer 1 keer een metallic ink. Ik heb de metallic kleur nog niet kunnen ontdekken. Het staat er niet op. Ik denk dat het de red carpet is. Maar deze zijn dus nieuw. Dus dat is allereerst deze. Dan heb ik ook een paarse variant. Dat is deze. Heel leuk ook. Vind ik ook wel heel schattig. Dan heb je hier eentje met wat meer blauw tinten erin zitten. Ook wel heel erg leuk. Dus ja, die is ook top. Dan hebben we ook deze. Dit zijn een beetje wat pastel tinten. Ook wel heel erg leuk. Ik laat wat vallen. En dan hebben we nog eentje met allemaal groen tinten. Ook wel super leuk. Dit zijn dus echt de nieuwe kleuren. Volgens mij liggen de andere kleuren er ook niet meer. Maar wat ik al zei, hier komt dus nog een video van online. Ik moet alleen nog de wat donkerdere kleuren met zwart en goud een beetje. En nog een metallic gouden kleur. En een grijze. Ik zie nu inderdaad dat de laatste kleur allemaal metallic kleuren zijn. Dus die heb ik in ieder geval. Dus daar komt dus nog een video van online. Maar ik durf dus nog niet te zeggen wanneer. Want ik wil eerst nog even die andere kleur erbij hebben. Zodat ik ze ook echt compleet heb. Dan heb ik een aantal stipmarkers gekocht. En hier kun je dus dot en fines mee zetten. Het zijn twin markers. Je hebt er eentje van 1 mm en eentje van 6 mm. Ze zijn dus dubbelzijdig. Dus aan de ene kant heb je een beetje een punt. Dat is de 1 mm. En hier kun je dus stipjes mee zetten. Maar je hebt ook een fijne tip. Daar kun je dus lijnen mee trekken. Ik heb hier eentje met groene kleuren. Ik was hier al een tijdje naar op zoek. Is wel leuk om mee aan de gang te gaan. Ik heb er hier eentje met een beetje bruine en zwarte tint ook. Heel leuk. Je ziet hier trouwens ook een aantal creaties die ze ermee gemaakt hebben. Dus wel super leuk. Dus ook leuk voor in mijn bullet journal. Eentje met roze tinten erin. Ook super leuk.
Dan hebben we hier paarse tinten. Heel leuk. Gele en oranje. Er zit zelfs roze bij. Wel heel leuk. Ja, roze. Ja, hij lijkt wel roze. Nee, rood is het meer. Het is meer rood, zie ik nu. En dan hebben we er nog eentje met blauwe tinten erin. Mocht je het leuk vinden om hier ook nog een video van te zien, laat het dan maar eventjes weten. Want dan kan ik dat altijd nog doen. Maar ik vond deze ook wel heel erg leuk. Dan heb ik ook nog twee watercolor paints meegenomen. Dit zijn metallics. Ze hadden nu nieuwe kleuren. Er zit dus ook een watercolor brush bij. En kijk hoe leuk die kleuren zijn. Echt hele mooie kleurtjes. Die vind ik ook wel echt super mooi. Dit is met roze en ook wel paars. En hier heb ik er dan eentje met groen en blauw. Dat is ook wel heel erg leuk. Dit zijn, deze zijn gewoon van Deco Times. Die zien er wel heel leuk uit. En ook handig dat er dus zo'n watercolor brush bij zit. Dan heb ik een geurtje. En dit is een Rebelle Moi Rouge voor dames. En ik vond deze vooral heel leuk vanwege de lippen die erop staan. Het is best wel een grote. Er zit 100 milliliter in. Marc Dion Designer Parfum. Nou, dat zegt mij nog niet zo heel veel. Maar ik vind het doosje, vond de verpakking van het flesje wel heel erg mooi. Ja, ik weet niet hoe deze ruikt. Want er zat hier geen geurtester bij. Dus dat is nog eventjes een verrassing. Maar ik ben wel heel benieuwd. En ik vond de verpakking vooral heel erg leuk. Ik zie de dop niet zo heel goed. Staat ook niet echt heel goed erop. Maar nou ja, die zul je vast nog wel een keer voorbij gaan zien komen. Want ik ga die zeker nog reviewen op mijn blog. Dan heb ik een haarmasker meegenomen. Ja, deze heb ik altijd. Misschien denk je nu, waarom heb je producten voor je haar gekocht? Want we hebben kunnen zien dat je haarproducten hebt binnengekregen. Dat klopt, maar ik ben eerder naar de Action geweest dan dat ik die producten heb gekregen. Dus vandaar dat ik toen niet wist dat ik producten zou krijgen. Maar dan zet ik deze gewoon neer. Maar deze vind ik altijd wel heel fijn. Dus dat is ook altijd wel een basic item. Oh, ik zie hier dat ik nog een paar van die watersetjes mee heb genomen. En dat is, even kijken hoor, deze. Met deze tinten. Beetje zwart, grijs, oranje. Dus die heb ik ook nog meegenomen. Ik zei setjes, maar het is er eentje. Dus, nou ja, die ook nog. Die zat een beetje onderaan, verspreid op de bodem van de tas. Dan heb ik ook nog zo'n glitter alcohol inkt gekocht. Deze had ik nog niet. Ik heb ze nu allemaal compleet. Dus hier komt ook nog een video van online. Ik weet nog niet precies wanneer, maar die ga ik dus nog testen. Dus ja, als je daar benieuwd naar bent, je ziet het vanzelf op mijn YouTube kanaal voorbij komen. En mocht je nog niet geabonneerd zijn, kun je dat altijd doen. Want dan hoef je geen video te missen natuurlijk. Dan heb ik nog een stempeltje gekocht en dat is een giraf op een scooter. Die had ik al een hele tijd geleden gezien. Die vond ik heel schattig. Maar elke keer als ik bij de Action kwam hadden ze hem niet en nu hadden ze hem. Ik vind hem wel heel erg leuk zo. Met een giraf op een scooter, die vond ik wel super schattig. Dus die. Dan heb ik ook nog een conditioner meegenomen. Want ja, die zijn bij de Action echt een stuk goedkoper. En ja, het gaat er bij mij altijd best wel hard doorheen. Ik heb voor de Oil & Care voor pluizig en droog haar. En deze werkt ook super goed. En is gewoon leuk geprijsd, hè? Dan heb ik een nieuw setje met lipsticks gekocht. Dit is een nieuw doosje met een lipstick collection. De Bijou staat erop. Hier zit, even kijken, 6 kleuren lipstift in. Ze hebben ook wel eens een keer een hele grote doos gehad, maar dit is dus een wat kleinere. De namen staan er ook onder. Ik kan hem niet heel breed of heel groot uitvouwen, want dan gaat de doos weer naar zo'n malle moer. De kleuren die erin zitten zijn Vintage, Valentine, Kiss and Tell, Wild Nude, Sweet Talk en Majestiek. Dus er zitten gewoon 6 mooie kleuren in. Ook heel leuk om cadeau te geven.
Deze zijn ook compleet vegan, dus ja, voor de mensen die dat belangrijk vinden, is dat natuurlijk wel heel fijn. Dan heb ik een handdoekje meegenomen en deze is voor, eigenlijk is het een reishanddoekje, maar ik vind deze wel handig voor het sporten. Ik heb de kleine, het is een microfiber handdoekje. Ik merk toch met het sporten dat ik vaak wel zweet en dan vind ik het wel fijn om een handdoekje erbij te hebben. Je ziet ook op het plaatje dat deze dame hem ook om de nek heeft met het sporten. Je kunt hem zeg maar zo eraf halen. Ik moet hem toch eerst even wassen. Dan heb je gewoon een handdoekje. Hij is op zich nog best ruim. Dus prima voor het sporten. Je had hem in meerdere kleuren. Nou is het leuk hè. Nou vouw ik dat uit. Dan krijg je dat ook weer een beetje goed erin. Dat is altijd een beetje de kwestie. Vaak niet, maar nou, we doen het er wel eventjes mee. Hup, hij moet toch in de was. Dus die. Staat er eigenlijk nog een groot op, 50 bij 100. Dus die. Voor moederdag heb ik dus dit poesje gekocht. Een slapend poesje, die kun je ophangen aan je schutting of zo. Dus die vond ik wel heel erg schattig. Dus deze. Ik hou zelf ook van poesjes en mijn moeder ook, dus top! Ook voor moederdag heb ik dit geurtje. Dat is de Amazing Life for Women. Deze heb ik wel kunnen testen en deze rook echt super lekker. Het is een beetje een zoet geurtje, 100 ml ook. Ik vond hem zelf wel heel lekker ruiken. Het is altijd wel lastig natuurlijk als je een geurtje koopt voor iemand. Want wat jij heel lekker vindt ruiken, kan een ander misschien niet zo lekker vinden ruiken. Maar ik denk dat ze hem wel heel lekker zal gaan vinden. Dus die. Nou moet ik een beetje onderin de tas gaan graven, hoor, want... Ik heb hier een bodycare beauty cream. Ik smeer mezelf eigenlijk altijd in met body lotion. En als ik zeg maar ook mijn benen heb gedaan en zo, vind ik het fijn om meer een body butter in te gebruiken. Dit is een beauty cream. Je kunt hem voor je handen en voor je lichaam gebruiken. En deze heeft 24 uur moisturizing, belooft hij. Ik denk dat hij gewoon dicht zit. Ik weet ook niet wat voor geur dit is. Maar ik ga ervan uit. Ja, zie, hij zit gewoon helemaal dicht. Maar ja, ik wil dit gewoon eens gaan proberen. Want ik heb er nu eentje en die vind ik ook wel heel fijn. Maar mijn voorkeur gaat vaak wel uit naar Dove, omdat mijn lichaam daar toch wel het beste op reageert. Dus ik wil deze gewoon eens gaan proberen. Mijn andere is bijna op, dus dan kan ik deze mooi gaan testen. Oh ja, dan heb ik een sleutelhangertje meegenomen. Nou, hier zit een verhaal achter. Ik was heel lang op zoek naar een hanger voor aan mijn sleutelbos, dat ik mijn sleutels zo om mijn arm kan hangen. Of in ieder geval om mijn pols, weet je wel, dat ze even uit de weg gingen. Nou ja, ik kon die dingen gewoon echt nergens vinden en toen kwam ik bij de Action en daar zag ik ze. Oké, ze zijn misschien wat kinderlijk. Het is Hello Kitty. Je had er ook een met emotions, maar ik vond die van Hello Kitty wel leuk. Er hangt ook echt nog zo'n Hello Kitty hangertje aan. Maar ik wil deze gewoon aan mijn sleutelbos zo gaan klemmen, zodat ik hem gewoon even gewoon heel makkelijk ook zo vast kan pakken. Want ik ben altijd mijn sleutels kwijt in de hoop dat ik ze nou ook makkelijker ga terugvinden in mijn tas. Dus strap keyring. Sleutelhanger met strap. Dus ja, weet je, ach, ik vind Hello Kitty ook wel schattig, weet je. Dus girls rule, you go girl. Nou, deze gaat lekker aan mijn sleutelbos. Ik vond hem wel leuk in ieder geval. Dan heb ik ook van die grote pot, heb ik ook een kleintje meegenomen. Deze is voor je gezicht en je lichaam. Dus deze is... niet voor je handen, maar ook voor je gezicht. Mijn gezicht heeft soms best wel wat droge plekjes. En dan is het best lekker om een kruimpje erop te smeren. En ik zag deze. Kijk, hij heeft gewoon precies dezelfde verpakking als de grote. In de grote zit dan 250 ml. En in zo'n kleintje zit dus 75 ml. Dus misschien ook wel weer zo'n vakantie-itempje, weet je wel. Daar ga je natuurlijk toch weer naartoe. Zit ook gewoon goed afgesloten. Maar gewoon lekker voor droge plekken. Dus ik merk ook dat ik gewoon heel erg last heb van eczeemplekken op mijn handen. Misschien werkt het daar ook wel voor. Dus ik ben hier ook wel benieuwd naar.
Dan heb ik hier een scrubcreme gekocht. Ik ben bijna door mijn scrubcreme heen. En ik merk gewoon, ik ben heel eerlijk, ik merk gewoon dat de producten ook bij de drogisterij omhoog vliegen qua prijs. Ik ben er een beetje klaar mee. Toen kwam ik bij de Action en daar is het veel goedkoper. Dus ik heb een shower scrub. Het is een smoothing en relaxing. En hier zit Sweet Berry Fragrance in. Het is een Very Berry. Het is van het merk Beauty Dept. Ik ben hier wel benieuwd naar. Zit hij nog dicht? Oh, zo jammer dat we nu nog geen, dat we nog niet geuren kunnen overbrengen. Maar dit ruikt me een partij lekker. Ik denk dat die heel goed gaat bevallen. Dus ik denk dat ik weer een nieuwe favoriet heb. Het is altijd wel te hopen natuurlijk dat Action dit soort producten houdt. Maar is op zich wel heel fijn. Ik hou van scrubben. Hoeveel zit hierin? 200 ml. Maar hij ruikt echt heerlijk. Dus daar ben ik heel enthousiast over. Dan heb ik hier ook een gezicht scrub. Deze is met kiwi. Ja, weet je, bij de Action heb je dan toch iets meer. Deze is ook voor 96% uit natuurlijke ingrediënten. Je hebt deze in meerdere geurvarianten, maar ik heb dus gekozen voor de kiwi. Deze is ook weer van The Beauty Dept. En ik vind het ook heel fijn om mijn gezicht te scrubben. Oh, dat ruikt zo lekker. Oh, hier zou ik echt zo aan kunnen blijven ruiken. Dus ja, ik hoop dat deze bevalt. Want ik wil gewoon echt dit soort producten meer bij de Action gaan kopen. Omdat het me gewoon echt wel heel veel geld scheelt. Dus ja, weet je? Dus dat. Dan heb ik ook een nieuwe face wash. Ik gebruik elke dag een face wash. En deze is van Betty's Nature. Dit is een aloe vera face wash. En dit is een soft and deeply cleansing foam wash. Dus ik denk dat deze ook al een beetje schuimend wordt. Dus dat is natuurlijk wel top. Hij is voor alle huidtypes. Maar deze is dus ook heel natuurlijk. Kunnen we dit ruiken? Oh nee, hij zit volgens mij dicht. Nee, kijk, hij zit nog dicht. Ze kan hem niet ruiken. Ik ben er wel heel benieuwd naar. Want als deze ook al schuimt, het is natuurlijk ideaal. En ik vind het gewoon heel fijn om te gebruiken. Dus deze ga ik ook lekker proberen. We komen een beetje onderin nu, dus, maar ik moet even een beetje graven. Een aantal nieuwe nagelproducten. Ik heb hier allereerst een filling base coat. Dit is een rich filling base coat. Dus daar ben ik wel heel benieuwd naar. Staat er nog wat op? Ja, het staat allemaal in het Engels. Het is een egaliserende base coat. Dus dat is natuurlijk wel heel fijn. Want ik merk dat ik heel soms van die puntjes in mijn nagels heb. En als mijn nagels dus zouden geëgaliseerd worden door zo'n base coat, zou dat top zijn. Dan hebben we een high shine top coat. In deze potje zit 9 ml. En dit is een hoogglans top coat gewoon. Dus niet heel spectaculair. Dan hebben we ook een nagelverharder die de nagels dus harder zou maken. Kan ik ook best wel goed gebruiken. Staat verder niet heel veel over op dat het een nagelversterker is. Nou ja, dat weten we wel. En ik heb ook een nail en cuticle oil. En dit is natuurlijk heel fijn om je nagels mee in te wrijven. En ook je nagelriemen voor als ze wat droog zijn. Dus die heb ik. We zijn er bijna doorheen. Ik heb nog een brouwgel meegenomen. Dit is een transparante wenkbrauwgel. Fixation with flexible hold. En je had volgens mij deze ook nog in kleuren. Maar ik dacht, laat ik maar een keer voor een transparant gaan. Ben ik wel benieuwd naar. Oh ja, dan hadden ze eyeshadow sticks. Die waren nieuw. Je had maar één kleur. Dit is de 516 Glam Squad. En deze beloven long-lasting te zijn. Maar dit zijn dus van die sticks voor je ogen. Je hebt de kleur 01 Majestic, 02 Indigo en 03 Divine. Ze beloven je oogleden een stunning color met een long-lasting effect te geven. Dus ik ben wel heel erg benieuwd. Een prachtige kleur dus met langdurig effect. Dat is iets handiger uit te leggen. Dus ik ben wel benieuwd. Deze waren nieuw. Dus ja, lijkt me wel leuk om te gaan proberen. Dan ben ik toe aan de drie laatste producten en dat zijn drie oogschaduwpaletjes. Dit zijn de Fab Factory oogschaduwpaletjes en ik heb er hier al meerdere van getest en ze hadden nu weer nieuwe exemplaren.
Ik heb allereerst eentje met panterprintje. Ziet er heel leuk uit. Je krijgt hier 9 kleurtjes in. En ik heb er al een aantal geprobeerd. Ook deze zijn overigens vegan. Maar deze paletten kende ik dus nog niet. Dus deze is meegekomen. Kijk, hele leuke kleuren. Ook een spiegeltje aan de binnenkant. Die heeft deze kleur erin zitten. Ik vind ook de buitenkant gewoon super leuk. Dit zijn ook hele betaalbare, leuke paletjes. Ook als je net met make-up begint, zijn dit hele leuke paletjes om mee te beginnen. Dan hebben we ook eentje met deze. Ook een beetje een dierenpatroontje. Super leuk. Deze heeft dit soort kleuren erin zitten. Ook super mooi. Check altijd even als je een paletje koopt of de kleuren heel zijn. Want je kunt hem dus eventjes omhoog klappen. Dan kun je even zien of ze niet kapot zijn. Want het zou jammer zijn als dat gebeurt. Dus deze. En ik heb er dus nog eentje. En deze heeft dit patroon. Ook super mooi. En deze heeft dit soort kleurtjes erin zitten. Dus 3 hele leuke paletjes weer, waar ik heel blij mee ben. Die ik lekker wil gaan gebruiken. Want ik werd wel heel erg blij van deze paletjes toen ik ze zocht. Dus die heb ik ook weer eventjes mooi meegenomen. Dus daar ben ik weer heel blij mee. Dus ook weer 3 hele leuke oogschaduwpaletjes. Dan waren dit alle producten die ik dit keer heb gekocht bij de Action. Ik vond dat ik goed geslaagd was. Ik heb ook echt wel leuke dingen gehaald. Ik ben ook vooral ook heel blij met de gezichtsverzorging producten. Want ik ben echt heel erg benieuwd hoe die gaan bevallen. Dus zodra mijn voorraadje leeg is, ga ik deze lekker proberen. En dat zal niet lang duren, want ik ben er bijna doorheen. Ik ben benieuwd wat jij het leukste item vindt wat ik dit keer bij de Action heb gekocht. Misschien heb je zelf nog leuke ontdekkingen gedaan bij de Action. Ik vind het altijd leuk om daar even rond te kijken, maar dat vinden heel veel mensen wel, denk ik. Ik wil je voor nu in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf. Daar staat ook een belletje naast. En als je die aanklikt, krijg je een melding zodra ik een nieuwe video heb geüpload. Vond je deze video leuk? Doe zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je bedanken voor het kijken en hoop ik je bij een volgende video weer te mogen zien. Doeg!